ik weer een shotlog. Jee. Anyways, ik heb weer een shotlog. Superleuk. Ik ben sinds een tijdje weer eens in de Action geweest. Was echt al best wel even geleden. Voor mij is dat best wel een ding, want vroeger kwam ik er best wel vaak. Nu heb ik heel weinig tijd gehad om te gaan, dus nu ben ik eventjes flink aan het shoppen geweest. Ik heb wat random items gekocht die ik wel vaker koop bij de Action. En ook hele leuke homeware dingetjes. Dus ik zou zeggen, laten we snel beginnen. Als allereerste een droomvervanger. Ik ga hem eventjes uit de verpakking halen. Ik ben ontzettend fan van stierenschedels. Waarom wijs ik dan mijn eigen hoofd? Ik ben wel een stier, by the way. Dus het klopt wel een beetje. Maar goed, ik ben fan van allerlei dierenschedels die aan de muren hangen. Ook bij mij thuis. En droomvervangers, daar heb ik ook een aantal van. En dingen met veren en zo. En ik was nog op zoek naar wat grotere, een zwarte. Oeh, ik kan hem al even bij de achtergrond houden. Dan kunnen jullie hem wat beter zien. Dit is gehaakt. En hier zitten wat veertjes in, wat kraaltjes in. Hier zit ook nog een kleine droomvervanger in. Ze hadden hem in het wit en in het zwart. En eerlijk gezegd, nu ik hem nu zie, denk ik eigenlijk, waarom heb ik er niet nog een meegenomen? Gewoon omdat ze zo vet zijn, had ik er eigenlijk twee moeten meenemen. Gewoon. Wit vond ik ook heel leuk, maar ik heb bijna alleen maar witte muren. Dus dan valt het weer heel erg weg. Dus dat vond ik zelf niet zo heel erg leuk. En je gaat het echt niet geloven, maar deze, als je bijvoorbeeld bij een intratuin of zo dit gaat kopen, ben je gewoon echt 15 of 20 euro kwijt. Ik heb er gewoon 3,20 euro voor betaald. Ik bedoel, oh my god. Het tweede wat ik gekocht heb, daar had ik al wel over gelezen, maar ik dacht van, oh ja, laat maar doen. Nu was ik in de Action en ik zag toevallig iemand ermee lopen. En ik dacht, oh, het is net weer de laatste, weet je. Ik had gekeken, het was net weer de laatste. Alleen toen zag ik dus dat er nog eentje met losse onderdelen uit de verpakking stond. Dus ik heb alles weer bij elkaar gestopt. En ik heb hem toch meegenomen, want ik vond hem toch wel heel erg mooi. En dat is namelijk deze lamp. Het is een lamp en een stop. En dat vind ik nu al gewoon vet. Ik vind het echt heel vet. Ik zocht nog een lampje voor op de kast. Want ik had er eentje in koper, maar omdat ik het koper weg heb gedaan, had ik hem niet meer. Dit is de stolle. Gewoon een hele simpele stol. En dit is de onderkant van de lamp. Deze vond ik dus los van de stolle in het vak. Maar hey, lekker boeien. Stolle gaat er overheen. En dan heb je dus gewoon een hele gave lamp. Ik moet de stolle wel een beetje schoonmaken, want er staan ongeveer 50.000 vingerafdrukken op. Dus ik kan heel veel mensen aangrijpen bij de politie. De prijs van de lamp was 9 euro. Het volgende item is dit. Een geurkaars. En nou ben ik niet zo heel erg fan van de verpakking. Ik bedoel, ik heb niet zoveel met zebra. Als je het leuk vindt, is het leuk. Maar de kaars binnenin is gewoon helemaal zwart. En dat trok me dan weer wel. Maar de kaars is dus gewoon eigenlijk helemaal zwart. En dat vond ik super mooi. Er staat op Wild Fragrance. En de geur is super lekker. Het is Wild Cinnamon. Het ruikt zo lekker. Ik kan het niet eens omschrijven. Ja, Wild Cinnamon. Maar de kaneel is niet overheersend of zo. Oh, ik rook dit. Ik dacht, ja. Ja, die moet ik hebben. Die is voor mij. Geurkaars heeft de houten lont trouwens. En de prijs van deze geurkaars was 3,50. En ze hadden ook nog verschillende soorten en maten en dingen ervan. Om eventjes in de geurkaarsen te blijven, heb ik ook nog deze twee geurkaarsen gekocht. Met deze twee ontzettend gave Aztec. Nou, dit is meer een Aztec print. Ja, dit ook wel, maar net weer ietsje anders. En met een gouden detail aan de voorkant. Ja, ik vind ze echt super awesome. Want het is zwart met goud en mijn hele huis is zwart met goud. Dus ik zag ze staan en denk, ja, die moeten natuurlijk mee. De geur is... Oh, het zijn twee verschillende. Oh, ik dacht dat het hetzelfde was. Dit is bosfruit. Ja, lekker. En dit is noir, heet het. Zwart. Het is een zwaardere geur dit. Maar ook wel lekker hoor. Ik vind het een beetje naar het bos ruiken. Deze waren gewoon 97 cent per stuk, jongens. Dat is toch een koopje. Dat kan je toch niet voor laten liggen, man. Achteraf denk ik, ja, ik had er gewoon meer mee moeten nemen. Gewoon alleen maar omdat die printglaasjes gewoon al zo leuk zijn. En dan het laatste homeware artikel, om maar even zo te zeggen. Zijn deze twee.
En het ziet er heel raar uit. Wacht even. We hebben rode haar en deze dingen op mijn hoofd, jongens. Komt het helemaal goed. Anyways, deze zijn om op te hangen gewoon in je huis. Of om neer te leggen als decoratie. Dus vandaar dat ik toen ik deze zag dacht, ja, voor mij. Er waren nog precies twee zwarte, dus ik heb ze gelijk alle twee meegenomen. Ze waren ook nog in het bruin. Op zich ook heel leuk als je een wat meer industriële woning hebt. Of woninginrichting hebt. Maar ja, ik vond deze echt super vet. Ik kan ook als wapen gebruiken. Dus kom niet bij me inbreken, want ik spies je. De prijs van deze hoorn was €1,89. Dan heb ik ook nog wat random food dingetjes gekocht. Niet super interessant, maar ik zal het toch even laten zien. Dat was deze zak chips, kennen we allemaal. Lekker interessant. Deze zijn wel super lekker, die zie je niet heel veel meer. Dit zijn pinda koekjes. Super lekker jongens, als je ze nog niet kent, ga zeker even proberen. En, want je kan ze bijna nergens kopen deze. Tenminste niet van dit merk. En ze zijn heel erg lekker. En wat ik ook altijd koop bij de Action eigenlijk standaard zijn spijsbroodjes. Die vind ik gewoon super lekker. Ik mag ze eigenlijk niet. Omdat dus iets is dat ik niet mag. Laat ik het zo zeggen. Maar ze zijn gewoon lekker. Dus stiekem zondag ik af en toe. En dan eet ik zo lekker. Geval. Ik was nog één dingetje vergeten van de homeware. Niet heel boeiend. Maar dat is dit mandje. Ik heb echt 20.000 van deze mandjes in mijn kasten, in mijn kledingkasten, beneden in mijn kasten. Voor allemaal zooi in te doen. Ze kosten €2 per stuk en je kan er lekker allemaal veel spullen in doen. Word ik niet zo'n troep. Ik vind het heel fijn. Maar het is heel random. Ik zag iets jongens. Ik dacht, dat wil ik uitproberen. Op de beauty afdeling. Tussen allerlei soorten gezichtsmaskers stond het. En dat was namelijk de Warming Eye Mask. Zitten er 2 in. Kost €1 voor 2. Against tired eyes and tired appearance. Immediate relaxation. Dus blijkbaar zorgt dit ervoor dat je minder vermoeid eruit gaat zien. Vooral bij je ogen. Dus minder wallen waarschijnlijk of zo, weet ik veel. Maar het leek mij gewoon super relaxed om te hebben. En ik heb wel eens hoofdpijn. Zoals ik eigenlijk nu ook een beetje heb op dit moment. Kan ik gewoon wel eens hebben als ik een dag in de weer ben geweest en ik heb druk gehad, dan krijg ik gewoon van die vervelende hoofdpijn achter mijn ogen. Nu zit het een beetje hier, maar en hier. Maar ik dacht van volgens mij is dat super relaxed als je dat dan op je ogen doet. Dus ik dacht ik ga het gewoon eens proberen, straks vanavond als ik op de bank lig. En als het werkt ga ik gewoon echt nog meer halen. Ik bedoel, voor euro per stuk ga ik gewoon 10 inslaan of zo, 20 van die dingen. En heb je hoofdpijn, kan je die gewoon gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga testen en wie weet laat ik in mijn vlog nog wel eventjes weten. In de vlog die nog eraan komt. Of het wat is of niet. Dan zag ik voor het eerst dit keer. Ik had ze nog nooit gezien daar. Blenders, beauty blenders. Zo, ik kwam er even niet op hoor. We noemen het dan een blending sponge. Het zijn natuurlijk niet de echte beauty blenders. Duh. Maar deze zijn 90 cent per stuk. En ik was wel heel erg benieuwd wat het zou zijn. Ik vond de kleur ook wel heel leuk, want die zijn zwart. Normaal heb ik eigenlijk de eivorm, zeg maar, ervan. Deze heb ik wel. Oeh. Hij voelt best oké, hoor. Ik heb deze wel, maar die gebruik ik eigenlijk meer om, als ik aan het shapen ben, om dat een beetje uit te blenden. Maar ja, ik was wel heel erg benieuwd naar deze. En voor die 90 cent per stuk dacht ik, nou ik neem er meteen 2 mee. Ze waren in het roze en in het zwart. Dus ik dacht, ik neem lekker zwart mee. Want de zwarte kleur is gewoon my life. Ik heb iets, dat vond ik wel zo grappig. Ik was op zoek naar handzeep, want ik heb hier in huis bijna nog geen handzeep. Ik geloof echt 1 in de keuken of zo. Dus ik dacht, ja, ik moet wel even wat nieuw hebben. En toen zag ik er eentje van kerst. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga er gewoon een kopen met een kerstprintje. Super tof, toch? Moet je kijken, het staat op Santa's Coming. De verpakking is al een beetje druk, maar afijn. Vind ik gewoon wel grappig. En een beetje gouden dop. Ja, dat is toch te leuk. Ik hou echt van dit soort dingen. Ik heb er €1 voor betaald. Dus gaat het me irriteren, gooi ik het weg. Ik bedoel, maakt ook niet zoveel uit voor die €1. De tip ook, vond ik super leuk. Ze hebben nu voor honden en voor katten kerstdingen. Dus een hondenadventkalender, zodat je elke dag
je hond een snoepje kan geven. Die was, ik geloof, 5 euro of zo. En je hebt zeg maar ook voor honden en katten kerstsokken. Dus van die kerstsokken, maar die zijn al gevuld met snoepjes en dingetjes. Echt super vet. Maar ja, ik dacht, ik ga het nu echt nog niet kopen. Vind ik echt een beetje overdreven. Hoewel, als ze de adventkalender ook voor katten hadden gehad, had ik er 2 meegenomen hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Goed, dat was hem weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat even in de reacties weten wat jij van deze items vindt. En misschien heb je zelf ook al wel een van deze items gekocht. Of heb je er iets leuks mee gedaan. Laat het me vooral even weten. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende video. Doei doei!